Schatje, hoe ben je? Hoe heb je dit gedaan? Lievelin, ik zal het niet te lang houden, want zo lang ken ik het niet. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik begin de vlog hier lekker vanuit bed. Ik ben net echt vijf minuten wakker denk ik. En als ik mijn camera hier omdraai, dan hebben we hier Lin. En goedemorgen, kijk eens aan. Hallo vriend. Ah, hij heeft de hele nacht hier gelegen. Hey jongen, kijk eens even. De camera staat niet helemaal scherp op hem, ik weet niet waarom, maar hij ligt hier lekker in het hoekje. Ben je gek van hem geworden? Ja, niet normaal. Ik hou echt van hem. Kijk hem dan. Poepie. Ja jongens, we hebben de eerste nacht dus gehad met Donder. Superleuk. Vond je hem irritant eigenlijk vannacht? Nee, hij heeft gewoon echt geknuffeld bij mij de hele nacht. Ja, hè? Kijk hem dan. Ik ben er maar eens uit gegaan, jongens en meiden. Even de gordijnen open gedaan. En kijk, Lin is even aan het douchen. Hallo. Dit is de eerste keer een beetje dat ik hem goed in het daglicht zie. Kijk eens. Hallo, kind. Oh, ik ga even snel weer neerzetten. Want gisteren hebben we hem opgehaald in het donker, maar... Kijk, wat een mooi kleurtje. Echt zo'n lekkere golden... Ja, ik weet de naam niet precies meer. Het is wel lekker in de deken. Zo, lekker hupje. Het loopt nog allemaal zo schattig. Hè? Kijk dan. Hé, hey, knapperd. Oh, die tranenoogjes konden ze door de inenting nog. Maar dat komt goed, zei de vorige eigenaar. En boom. Zo, kan je dat wel? Kan je dat wel? Ik heb even snel op mijn joggingspak aangedaan, jongens en meiden. Ik ben er maar eens even uitgegaan. Want vandaag is dus de dag dat we alles gaan uitpakken en gaan geven aan elkaar. Alle cadeautjes gaan uitgepakt worden vandaag. Alles wat je hieronder ziet liggen. En er komen dus nog dingen bij. Ik ben heel benieuwd wat onze kleine Toet hier er ook van gaat vinden. Kijk, ze zit al toe te kijken. Dat wordt zijn eerste dag hier natuurlijk. Hij ligt hier lekker te chillen op de bank. Ja, blijf je er lekker bij. Oh, ik zat wel al te denken, als je de hele tijd die cadeautjes uitpakt en alles, en al het geluid van het scheuren van papier, ik hoop niet dat hij daar slecht op gaat, zeg maar. Maar hij is heel chill. Hij zit hier lekker te chillen. Maar ik ga me zo ook maar eens omkleden, eventjes wat anders aandoen natuurlijk voor kerst en mezelf douchen. En dan komt straks iedereen dus hier naartoe, inclusief Hans. Want Hans viert dus ook kerst met ons, omdat hij anders dus alleen zou zijn. En ja, dat is natuurlijk zielig, dat wilden we niet, zoals ik al de vorige keer in de vlog ergens verteld had. Oké, de bel gaat jongens. We gaan hem voor het eerst laten zien. Komt-ie. Hallo. Hallo. Zo, allemaal in de kerstsfeer. Ja. Yeah. Oh, nee. Oh, wat een baby. Oh. Wat een schatje. Nee. Schattig, hè? Ik ben opgegeten, denk ik. Hè? Oh, even een beetje eng, denk ik. Ah. Al die mensen. Nou, ik heb Donder neergezet, jongens. Iedereen is binnen. Nou, kijk eens. Iedereen ziet er netjes uit. Hè? Ja? Mooi? Jij ook? Je had de hele jas aan. Laat het zien. Heb je papa ooit zo netjes gezien? Hij ziet er wel heel gelikt uit. Ja, is wel om door een ringetje te halen. Met deze schoenen helemaal. Kijk dan. Kijk eens, helemaal fancy. Heel fancy. Volgens mij zijn alle cadeautjes nu onder de Oh, trouwens, ik weet het niet zeker. Oh ja, nee, hier zitten ook nog dingen in, maar dit is alles. Of komt er nog meer bij? Volgens mij is dit alles. Dit is het allemaal, hè? Bizar hoeveel cadeautjes. Het is echt niet normaal, inderdaad. Echt ziek. Het is echt ongelooflijk hoeveel het er zijn. Wij hebben nog nooit zoveel boompjes... Zoveel cadeautjes. Zoveel boompjes. Zoveel cadeautjes op de boom gehad. Echt ziek. En nog nooit zo'n grote boom, dat is wel waar. Ja, hier gaan we echt lang over doen, jongens, denk ik. Heb je gezien dat het grootste cadeau, dat die voor jou is? Nel zat gisteren de vlog te kijken en toen zei jij dat het voor mij was. Ja. En deze ook volgens mij, hè? Nee, de twee grootste zijn voor jou. Nee, maar het zou ook kunnen zijn dat daar gewoon een heel klein dingetje in zit. Dat het een cadeau is ofzo. Ja, dat kan ook nog inderdaad. Hé, hey, het is niet... Hey, het is dit jaar weer zover. Ja, ik weet het. Ze heeft gedichtjes. Oeh, waarschijnlijk ook... Dat ik die kaart toch moeten doen. Waarschijnlijk ook een van jou. Je eerste gedichtje die je gaat krijgen. Heb je een gedicht voor Lin geschreven ook? Nee, voor Lin niet. Oh nee, oké, beter. Dacht ik al, als ik niet nodig heb. Nee jongens, ja, mijn moeder is een gedicht aan het vastplakken, zag ik. Maar, kijk eens aan, we hebben ook de hele koelkast dus vol staan, want we gaan dus kaas fondue vanavond, dus dat is ook leuk. Hier hebben we echt super veel ja, van dit soort dingen allemaal liggen in de koelkast. Maar ik denk dat we sowieso wel eerst... Oh. Kijk, ook echt super veel hapjes. Maar dat we eerst gaan beginnen met de cadeautjes maar. Jongens, kijk dan eventjes hoe schattig. Hij ligt echt helemaal chill. Ja, hij is helemaal relaxed. Hij ligt helemaal op zijn rugje. Ja, hij ligt helemaal met zijn buikje naar boven. Hey. Een mannetje. Hij is helemaal chill gewoon. Melanie gaat de cocktails vanavond maken. Nou, wat hebben we allemaal in de aanbieding vanavond?
We hebben een Porsche Martini. Oeh. Een Espresso Martini. Ja. Een Jack Frost. Een wat? Een Jack Frost. Ja. En een Dirty Santa. Ja, ik wil de Dirty Santa. Oké. Okay. Is dat dit? Sprite met... Sprite met grenadine en vodka. Oké. Okay. Dat valt wel mee. En dan schudden gewoon. Dat valt wel mee. Ja, en dan schudden. Ja, ik dacht ze meer drankje, maar dat valt dus wel mee inderdaad. Ja. Maar alleen boven de 18, hè? Oh, nou gelukkig zijn we dat allemaal. Welkom met de eerste cocktail. Wat is dit dan? Dit is de Jack Frost. Zo, hij is wel gaaf gemaakt. Ja, hè? Ja. Wel leuk. Ik hoop dat hij lekker is. Echt met zo'n ijsrandje. Huh? Ik wist niet dat nou zo goed in was. Daar komt de Dirty Santa. Is die ook echt daadwerkelijk rood? Ja. Maar het lijkt echt gewoon op een kerstcocktail als je hem zo ziet inderdaad. Nou, hè? Zo weinig? Ja, je moet hem aftoppen met Sprite. Oh, oké. Okay. Dit is alleen drank. Hij is helemaal klaar, gemixt met Sprite. Oké, taste test. Ja, ik wist dat... Oh, ik dacht dat ik ga er... Nee, ik ga niks doen. Oh. Ik proef niet eens alcohol. Nee? Nee. Dus dat is een goed teken. Ja, lekker. Ja? Ja, goeie. Thanks. Het is tijd, jongens en meiden, om te beginnen aan de cadeautjes. Laat ik eerst even zeggen dat het weer fijn is dat we met z'n allen samen zijn. Zeker. Ondanks dat alle cadeautjes hier liggen, dat is natuurlijk helemaal niet belangrijk eigenlijk. Nee. Maar het is fijn dat we met z'n allen hier mogen zijn. En Hans erbij. Yeah. Hè? En deze, maar dat boeit hem niet. Nou. Want die ligt hier lekker te slapen. Oh, nee, die ligt er, dat is de eerste kerst, maar die ligt er lekker bij. En ik denk dat we maar gaan beginnen met het allereerste cadeautje. Dus ik zie hier al iets moois liggen. En er staat Jorn op. Van mij. Hey! Oh, ja, ja, ja. Oh ja, ja, die grootste doos daar is van Jorn. Nou, het allereerste cadeautje. Ik ben heel benieuwd. Wat gaat het zijn? Van Carhartt. Ja. Ga even openmaken, jongen. Zo, die is vet. Deze is wel heel dik. Kijk eens. Oh, nice. Nice. Heel goed shirtje. Mooi. Wow, heel cool. Vet. Ja, goed shirtje. Nou, leuk. Kerstman. Dankjewel. Wie was de kerstman eigenlijk? Ik. Oh, hoe was jij? Zo awkward dat je niet weet wie je aan moet kijken om te bedanken. Nou, nu is het tijd voor John om een cadeautje te pakken, jongens. Voor Lynn. Oh. Oh. Mooi ingepakt. Ik heb deze van jou, hè? Ja. Wat is het? Wat is het? Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Een boek? Ja. Ah. Weet je nog, toen we in de studie gaan, toen zei ik van ja, Lynn leest eigenlijk wel eens boeken. Oh ja. Ik hou van boeken. Heel blij mee, Melanie. Dank je wel. Maar zijn er dingen die je niemand vertelt dan? Of Oké. Heerlijk, hier ben ik echt blij mee. Want ik heb mijn boek uitgelezen. Echt? Ja. Alsjeblieft een toepakket. Voor mij? Ja. Oh, mijn allereerste. Nou, ik vind het heel spannend. Spannend. Dit is... Oh, een broek. Oh, nice. Heel vet. Dat vet. Gaaf. Dus heel nice. Dankjewel, Kerstman. Wie is de Kerstman? Oh, ja, ja. Maar het is een huisbroek met vlies erin. Oh, lekker. Zo, ik zie het inderdaad. Lekker. Ja, lekker inderdaad. Ja. Ja. Nice. Ik ga proberen zoveel mogelijk cadeautjes te filmen. Misschien wordt het echt veel te veel, maar dat maakt niet uit. Melanie heeft een redelijk grote nu. Wat is het? Een stoof warmtekussen. Yeah. Een wat? Een warmtekussen van Stoof. Dat wordt warm? Ja. Oh ja, dat is logisch. De warmtekussen eraan. Stomme vraag. Oh, nice. Oh, nice. Maar slaap je daarmee? Nee, die kan je gewoon op de bank en die kan je dan elektrisch opladen. En het wordt dan helemaal warm. En dan ben je gewoon zo lekker... Lekker? Lekker. Heel nou, dat wordt niet meer naast Jorn, maar dat wordt op de kussen. Ja. Eigenlijk ja. Een beetje gamen. Dan oh ja, ja. Dan is Melanie ook blij. Louise. Nou, maar uitgekozen. Een baksteen. Alsjeblieft. Oh, lekker. Een rituals pakket. Ja, oh, maar kijk, zo'n mooi tankje erbij. Over in de, bij de keuken. Ja, heel mooi. Dankjewel, Kerstman. Wat is dat, deze? Nee, ik. Jij. Ja. Heel fijn. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is trouwens 5:10, jongens. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn echt net begonnen. Hoe laat we klaar zijn ongeveer? We gaan tussendoor wel natuurlijk nog eten. Marcel? Ja. Oh, het is het eerste cadeautje. Spannend! Een strik erbij. Hij moet altijd leuk lachen. Ja, we hebben altijd een zenuwachtig. Opwinding. Ik denk ook een broek. Hey! Ja. Dat is dezelfde broek als ik.
Of niet? Ja, denk het wel, hè? Ongeveer. Net iets anders. Oh, kijk, inderdaad. Oh ja, ook zo'n lekkere vliesbroek. Lekker, man. Nou, van wie zou die nou zijn dan? Yeah. Wie zou die nou gegeven hebben? Dankjewel. Als je zit te gamen, lekker met je vliezen. Altijd dus. Bij jou lekker wakker liggen. Het is alleen bijna nooit. Oh. Ja, en iedereen heeft nu een cadeautje gehad. En dan blijft nog één iemand over, dat is Hans. Hey. Abercrombie. Tada. Een parfumtje. Oh, die lekker. Van Abercrombie. Zo. Fetish. Eh? Je fetish, ja? Helemaal dol op Abercrombie. Oh, dankjewel. Super. Oh jee, ik ben weer aan de beurt. Oh, het is ook gelijk een gedichtje. Oh. Gedichtje. Is het al deze tijd? Is het al gedichtjestijd? Oh jee. Of nog niet? Jij moet het zeggen. Vroeg. Ja, mag. Ik bedoel, het gaat toch gebeuren. Oké. Nou, dan gaan we. Oh, ik ben benieuwd wat moeders weer geschreven heeft, hoor. Oké, komt-ie. Lieve Giovanni, wat een jaar heb jij achter de rug. Gelukkig gaat de tijd vooruit en niet terug. Het begon met downs, maar later kwamen gelukkig de ups. Een appartement huren in de stad, hopen dat het beter zou gaan, maar nee, die tijd heb je gehad. Je bent gek op je huis en dat voelt ook als jouw thuis. Je had nergens geen zin meer in en was jezelf niet meer. Als afleiding een weekendje weg met je vrienden en daar was Lin. Ja. Dat was hem. Nee. Wat een geluk dat je haar hebt leren kennen. Dit had je echt nodig, iemand die jouw liefde teruggeeft en je kan verwennen. Je werd weer langzaam jezelf, vrolijk, sociaal, gevoelig en lief. Weer gezellig met familie en vrienden samen zijn. Ja, want dat vond jij ook altijd fijn. Gezelligheid, kletsen en samen zijn. Lin houdt daar ook van en mijn god, wat is dat fijn. Jullie liefde is snel gegaan, dat is heel begrijpelijk. Jullie voelen elkaar zo goed aan. Nou, genoeg over liefde. Je hebt nog meer dingen gedaan. Zoals een nieuwe film. Die komt er ook nog aan. De verbouwing van je huis en wat is het prachtig geworden. Echt jouw thuis. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ga nu stoppen, want ik ben bijna onderaan. Lieve Giovanni, ik ben ontzettend trots op jou en hou heel veel van jou. Liefs. De kerstman. Nou, wat is de kerstman lief? Oh. Dankjewel, moeders. Nou, wat zit er in het cadeautje? Hé, ik heb niet gehaald. Nee. Ja, je had het zwaar, hè? Ik voelde een trilling in je stem. Hé. Hey. Een ding voor bij de broek, denk ik. Of niet? Oh, nee, een pak. Puma. Een Puma pak. Ja, ik denk... Die Puma broek, dat kan dat echt niet meer. Dat is een nieuwe Puma broek. Ja, een nieuwe. Hey. Hij is wel groot. Nee, dat is niet groot. Oh. Nee, het is een emmetje. Dus mooi. Heeft de beste kamer van de avond. Puma broek is er altijd. Nee. Ik ben klaar, ik heb alles. Even kijken, wat gaan we eens even pakken? Ik zie een bijenkorf. Oh, dat is voor Lin. Voor Lijn. Ja, maar ik weet al van wie deze komt. Ja, van mij. We zijn nog niet ingepakt. We zijn nog niet ingepakt. Laten inpakken. Ja, de bijkoff heeft het ingepakt. Weet je niet wat het is? Nee. Okay. Nee, ik weet van niks wat het is, voor mij. Ik zie de kleur al. Oh, eindelijk. Een badjas? Ja, mijn eigen badjas. Oeh. Van Ux. Van Ux. Oh, nice. Oh, heerlijk. Lin loopt de hele tijd in mijn badjas, dus ik dacht, ze heeft een badjas nodig. Ja, en de kleuren stop. Ja? De kleuren stop, dankjewel schatje. Heel mooi. Heel blij mee. Oh, lekker. Deze is nou, lekker, ja. Ja, lekker toch? En een heel goed cadeau. Deze komt echt van papa. Ja, hè? Dan kan je eindelijk niemand zeggen dat ik je badjas ja. Heb. Heel blij mee, dankjewel schat. Alsjeblieft. Nou, meneer Letollyboy. Ja, hij gaat wel zo schattig lachen. Ja. Kijk die kleine oogjes, hè? Zeg het maar. Ja. Het merk bedoel je? Kart! Kijk, mooi karttruitje. Heel mooi. Ja, heel mooi. Lekker hoor. Ja. Nice. Nieuw cadeautje. Ja. 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 Kijk. Een houdingcorrector. Ja. Leg toch maar eens uit. Nou, ik loop heel vaak zo. En door dit ga je dus zo lopen. Zal ik je eens een grappig verhaal vertellen? Ik heb deze besteld. Echt? Onder mijn naam. Krijg ik een DM, echt een half uur later. Huh, Gio, heb je al een houdingcorrector nodig? Yeah. Dus ik denk, huh? Hoe de fuck weet hij dat? Yeah. Dus ik zie een berichtje. Heb ik dat net bij jou besteld? Toen zei hij, ja, ik heb het je net verstuurd. Ik zei, oh, maar dat is niet van mij hoor, dat is van mijn moeder. Moet je nagaan. Nee, maar ik heb veel
last van rugpijn, weet je wel. En dan denk je, ja, zou het komen omdat ik toch af en toe zo loop of zo sta of zo. En ik denk, ja, als je dit gewoon eronder doet, dan ga je wel je houding verbeteren. Ja, en zeker. Dan heb je misschien minder last van rugpijn. Ja, toch? Ja. Ja, dus, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Spannend. Zo, Lin. Hey, top. Zo, dat heb ik nog. Zo, Jordan, lekker dat tempo erin. Kijk, als we nou zo even allemaal doorgaan. Ik ben snel met uitpakken. Nu beginnen wij. Voor de PlayStation dat je je controller in kan zetten, dan is het continu opgeladen. Ja. Ja, alsjeblieft. Gisteren zat hij dus voor het eerst met een kabeltje in je controller. Ja, ik doe zo. Het stond niet op mijn lijst, maar goed verzocht. Oh, wat is dit? Je had het ook gewoon zo kunnen laten. Gewoon zo onder de bel kunnen gooien. Huh? Wat is dit? A year of snarky cats. Drink this and pet me. Wat? Kalender. Oh, het is gewoon een kalender. Why didn't you have a seat and explain to me why you smell like another cat? Abercrombie. Hans is helemaal Abercrombie fan. Lekker. Kijk, een shirtje. Mooi. Leuk. Heel mooi. Oh, wat nice. Nou. Nou, die kwam wel pas voor op de cruise. Ja. Jordan is weer te snel. Dan ben ik weer te snel. Nice, een wegwerpcamera. Ja, nice. Oh, leuk. Dankjewel, heel nice. Ja, die zijn echt super leuk. Ja. Ja. Volgende cadeautje. Doe even de Jordan. Scheur hem in één keer open. Ga je kijken of ik van jouw naam ook. Scheuren. Nee, maar hoe leuk het gedaan was. Oh, ja, leuk hè. Hoe het ingepakt is. Ik denk dat jij het gedaan hebt. Noem het merk maar niet. Oh, nee. Kaart! Oh, jij hebt nog meer kaart dan ik straks. Heb ik echt hard nodig. Mooi. Hard. Hard. Het is wel hard, man. Het is wel hard. Oh, een longsleeve gewoon. Ja. Oh. Leuk, hoor. Draai ze om. Ja, kijk. Nice. Ja, en ik vond donkerblauw wel mooi. Wow, Link krijgt een groot cadeau. Dat is volgens mij een gedichtje. Oh, ook een gedichtje. Oh jee. Oh jee. Je moet er hard op, hè? Oké, eerst het gedichtje, dan het cadeautje. Ja. Lieve Lin, ik zal het niet te lang houden, want zo lang ken ik je nog niet. Maar lieve Lin, wat ben jij een verademing. Zo open, gezellig, sociaal, geïnteresseerd en familiair. Je bent ook nog eens mooi, maar vooral lief en verzorgend voor Giovanni. Als hij gelukkig is, zijn wij dat ook. Dat zal bij alle ouders zo zijn. Zoals we nu zien, heeft hij dankzij jou zichzelf weer teruggevonden en is hij weer de Giovanni die hij echt is. Lief, gevoelig, sociaal en het allerbelangrijkste, gelukkig. Zo lief. Jullie hebben zoveel raakvlakken en vullen en voelen elkaar heel goed aan. Niet hele dagen op je telefoon, maar tijd voor de mensen om je heen. Dat maakt jou een leuk persoon. Hopelijk ben je een blijvertje, maar daar twijfel ik niet aan. Ik ook niet. Het voelt heel goed en ik ben blij dat jullie elkaar hebben ontmoet. De liefde kan heel snel gaan, dat is juist het mooie. Als je er niet naar op zoek bent, kan het ineens voor je staan. Je staat met beide benen op de grond, heb je eigen zaakjes voor elkaar, bent lekker nuchter en eerlijk. Dat is toch heerlijk? Het zal voor jou wel even wennen zijn, zoveel mensen die een mening hebben en denken zich overal mee te kunnen bemoeien. Laat ze maar gaan en praten, ik zie de liefde bij jullie alleen maar groeien. Dat is het allerbelangrijkste en waar alles uiteindelijk toch om draait. We hebben al zoveel gesprekken gehad, dus het lijkt wel alsof ik je al heel lang ken. Dat voelt zo goed, dus blijf zoals je nu bent, liefs. Ah. Zo lief! Ah. Dankjewel. Ja, heel erg lief. Echt heel lief. Deze ga ik bewaren. Wat kan ze dat toch mooi, hè? Ja. Vanuit haar hart. Wat schattig. Echt heel lief. En nou het cadeautje. Hoe heb jij die strikken net wel gewoon afgetrokken? Ja. Ja. Ik zag hem bijten. Weer roze. Wat is dit? Ja, ik heb het zelf helemaal verstoken. Huh? Wat? Ja, ik denk, dat vind ik echt wel voor lief. Het is een fluffy dekbed overtrek. Oh, echt? Lekker. Dus ik moet er ook onder liggen. Ja. Oh, lekker. Wat leuk. Oh, heerlijk. Wow. Oh, lekker. Oh, dit gaat donder ook echt. Oh, ja. Donder. Oh, ja. Jij gaat dit leuk vinden. Heerlijk. Oh. Ik ga heel blij. Ja, heerlijk. Kussensloot. Oh, ik heb het onderwijs kwijtraakt. Ja, dat denk ik het ook. Ik ga hem wel weer bijleggen. Oh, zo ja. Wow, ja, twee kussens, ja. Oh, Gio. Leuk. Deze gaat er sowieso op de volgende. Man, wat doe je me aan? Nee. Dat past je best wel. Voel één keer. Hier wil je wel inleggen. Ja. Ja, hè? Ja, je makkelijk wassen ook dan eigenlijk. Ja. Oh. Ik zie Gio met een hartje staan. Nou, van wie zou die nou zijn? Ik was. Oh!
deel van een geheel. Ja, ik ga ook gewoon de jongen van lekker snel. Ja, inderdaad. Lekker. Nou, zo. Kan ik weer mijn broek wegdoen? Ja. Nice. Jij gaat leven in trainingspakken, zo, Gio. Dat doe ik wel het liefst inderdaad. Ja, hè? Marcel. Jeetje. Oh. Zo, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Dat lachje. Ik vind het lachje. Kleine oogjes kijk je dan. Ja, hoe dan? Ja, hallo. Jij ja, gaat gewoon te schatten. Ja. Oeh, papa! Zo. Domme patta's. Ja. Wow. Mooi. Mooi schoen hoor. Heel blij mee. Heel mooi zeg. Super. Heel ja, mooi. Ja, nice. Gaaf. Ja, de schoenen kan je wel gebruiken. Ja, ja, juist. Maar die had ik ook voor mij een beetje op mijn lijstje staan. Ja. Beetje door. Mason Cummins. En wie was de kerstman? Ik. Heel mooi. Alsjeblieft. We hebben even een kleine pauze tussendoor. Even de cocktailtjes bijvullen, even de hapjes bijvullen. En dan gaan we straks dus weer door met alle cadeautjes. Want we zijn voorlopig nog niet klaar. Straks gaan we ook tussendoor nog even lekker kaasfondue natuurlijk. Oh, daar heb ik echt zin in. Ik hou van kaasfondue. Kaasfondue is zo lekker. Ik vind dat beter dan gourmetten en pizzeretten, wat je ook allemaal hebt. Wat vinden jullie het lekkerst? Ik vind echt kaasfondue het lekkerst van al die... Ja, kerstdingen, noem ik het maar even. We gaan weer verder en het is het kleinste cadeau van allemaal wat er tussen staat. Oh, wat zal het zijn? Dat weet ik niet. Nou, ruk dat ding open. Is. Nee, niet? Nee. Zijn er nog kleinere dingen? Ja. Oh, echt waar? Ja. Ligt jouw penis eronder? Nou ja. Oh, sorry. Oh, sorry. Nee, ik heb ook een wat? Is die grote koker? Oh, die daar staat. Die koker? Kerst- en nieuwjaarsvitamine. Ja, dit hoort bij je houding, corrector. Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ben aan de beurt. Sokken! Oh, hey. Jij bent ook al zo snel, Jordi. Ja, hè? Ja. En jij mag deze niet aan. Jij stelt mij sokken altijd. Jij stelt die van mij. Oh, we stelen altijd elkaar sokken. Maar ja, deze gaat waarschijnlijk ook weer gestolen worden. Nou, mooi. Die leg ik bij mijn kleding. Ja, pap. Jouw ding nou maar. Ja, die. Dit was jouw maat, hè? Ja. Dit is voor... Voor Joran. Voor mij? Oh. Oh. Dat is echt gigantisch. Ja. We weten wat het is. Ja. Een penis-koker van papa. Mag jij ook filmen? Ja, ik wil deze even vastleggen. Okay. Kijk, waar kan ik hem openmaken? Bij het gaatje. Zo, deze zit wel... Doe deze ook zo snel dan. Ja. Heb je mijn auto? Deze is helemaal dichtgetaped, joh. Jeetje. Ja. Wow. Wat zit erin? Wat is dit? Ja. Yeah. Oh, voor mijn auto. Yeah. Een kofferbakmat, of niet? Kofferbakmat, ah. Ja, dankjewel, dat is altijd goed. Zeker nu in deze tijd van het jaar. Zeker bij mijn nieuwe auto, dat komt goed uit. Heel nice. Handig. Ja. Ja. En de natte dingetje. Ja, blijft het allemaal mooi. Ik weet nog dat ik aan je vroeg, wat voor type auto heb jij nou ook weer? Ja. Nog een klein cadeautje. En? Brilletje op. Ja, even bril op. Ja. Wat is dit? Een oplaadkabel gewoon, oh, denk ik, of niet? Dat is voor mijn telefoon. Ja, kijk, hè? Ja, die... Je legt je telefoon gewoon hierop, inderdaad. Ja, die doe ik op mijn nachtkastje, maar die andere die ik had, die doet het niet meer fijn. Ah, een cadeautje voor Lijn. Lijn, wat heb je, Lijn? Oké, ja, hier ben ik heel blij mee. Wat is het? Favoriete winkel. Wat dan? Pretty Little Thing. Ah. Ja, dus heb jij deze besteld voor de? Echt waar? Ja! Kijk, ik ben wel benieuwd wat hij besteld heeft dan. Ja, dit was mijn wishlist. Cargo pak. Oh, nice. Zo. Ja. So. Heel blij mee. Heel blij mee. Hans is weer aan de beurt. Is het weer iets van Abercrombie en Fitch? Who knows? Ja, Abercrombie! Dit is echt leuk. Oh, wat is dit? Christmas cigarette case. Oh, die. Wat? Wat is dit? Een Christmas cigarette. Heb je dat gezien? Oh, ik snap hem al. Ik snap hem al. Ik nog niet. Oké. En nu moet je even aan dat ding trekken. Waar moet ik aan trekken? Aan dat vast. Zo, omhoog. Wat? Wat is dit? Ik ga hem nog omhoog houden. What the fuck? Deze is nice. Deze is leuk wel. En deze is dan
dat zijn gewoon echt... Ja, ja. Wat? Dicht? Doe weer dicht. Dan komt er weer een nieuw uit. Ja, maar dat niet weer gelijk, toch? Jawel. Ja, maar dan... Wat? Weer een groot cadeau voor meneer Latoy. Kijk die oogjes. Nou. Oh, nou. Hij vindt het nou niet meer leuk. Wat zeggen jullie nou een keer? Wow. Hé, okay. Hey, dat zijn 3 strepen. Okay. Zo. Oh. Ja, die vond ik echt heel mooi. Ja, hip. Echt heel mooi. Hippe man. Hartstikke bedankt. Ik zei bij moeders alvast de camera wat later aan, want die duurt toch een uur over uitpakken. Oh! Oh my god. Kijk eens. Ja. Een boek van George Michael. George Michael. Oh wow. Nice. Ja, ja, die wilde ik zo graag hebben, al heel lang. Wat is het, wat is het? Haarbonders! Wat? Nee, hey, die wilde je al heel lang. Ja! Wat zijn dit? Haarbonders! Ah. Dan moet je mee niet gaan slapen, toch? Nee. Ligt ze straks naast jou met die dingen? Ja. Oh, wow, ik heb echt op het punt gestaan om deze zelf te bestellen. Ja, in Duitsland was je er de hele tijd naar op zoek. Ja, ja. Heb jij ze besteld? Nee. Oh. Oh. Maar, hoe werkt die plakken. Ja, maar... Naar roze in je haar. Eerst je haar zo in model feunen en zo. En dan kan je hem zo erin rollen en dan zet je hem vast. Ja? Kijk hoor. Wat is het, wat is het? De Catfather. Wat? Ja, wow, die is cool. Ja, die is echt tof. Wow. Thanks. Ja, dat klopt wel. Die is echt nice. Leuk. Jordan kiest een groot cadeautje. Een groot cadeautje voor Hans. Een groot cadeau voor Hans. Zo, Hans. Oké. Okay, okay. Huh? Wie heeft dit zo ingepakt? Heb jij dat gedaan? Heb je de Zara-tas gewoon erbij gedaan? Ik weet wel dat ik iets niet heb uitgepakt expres, maar... Oh. Ik kom over onze kant. Zo. Wat cool. Lekker truitje hoor. Heel cool. Mooi. Oh, super. Ja, leuk. Wel uniek zo. Ja, mooi. Wow. Wat staat erop? Nou, er was hij op bezoek en die zeiden tegen Gio, wie is Lijn? Oh, het is deze. Is dit het cadeau wat ik niet mocht zien? Ja. Echt? Ja. Oh, nou ben ik heel benieuwd. Oh! Nou ben ik heel benieuwd wat je erop hebt gezet. Dit is ons liedje. Leuk. Dit is zo'n, echt heel leuk. Dat is een lamp. Ja, die kun je ergens opzetten. Het is een lamp. Oh, mooi. Schatje, hoe heb je dit bedacht? Wat lief. Dankjewel. Kijk, mag ik hem? Ik heb hem één keer in het echt gezien, maar. Ja. En dat is het liedje? Dus ja. Ja, dit is ons liedje. Ja. Lifetime. Oh. Van? Justin Bieber. Ja, Justin Bieber. Kijk. Ja, dat is echt ons lied. We gaan gelijk door naar de volgende. Oh, scheuren, hè? Ja, scheur het open. Niks voor jou. Wat? Oeh. Hè? Zo. Wow, die zijn mooi. Oh, zeker. Wow. Heel gaaf. Ja, ik hoop leuk dat de maat goed is. Super mooi. Had je die ook zelf gekozen of niet? Nee, maar ik heb er wel naar gekeken. Ja. Maar ik vond ze zo duur. Ik denk dat ik echt niet vragen. Heel nice. Oh, heel mooi. Mooie kleur. Ja, echt mijn kleur. Oh, zijn dit... Van wie heb ik deze gekregen? Zijn dit van Toffels? Van wie heb ik deze? Oh, dan ben ik zo blij. Ah. Ja. Hoef je die van mij niet meer te stelen. Wow, dankjewel John. Heel blij mee. Deze had ik echt nodig, want ik steel altijd jouw sloffen. Ja. Zo, ik heb echt goede cadeaus al. Ja. Jij gaat heel blij zijn. Meneer Latoy opent weer een nieuwe. Wat is het? Wow. Ja. Wow, heeft hij nou eindelijk een cargo broek? Ja, is dit een... Is dit de cargo broek die hij voor het eerst kan gaan dragen? Wow, wat een hippe man. Mooi met je schoenen eronder. Ja, dus, ja, maar dit was er ook weer juist voor met die ukselhonden. Dat was er ja, ook... ja. Maar ik heb ook al even andere schoenen. Ja. Jordan heeft net weer een cadeau geopend. Wow. Nice. Deze man is niemand van de bank weg te slepen. Deze man zit alleen maar achter zijn PlayStation straks. Yeah. Ja, liefje. Het is weer mijn beurt. Ik moet even los trekken, denk ik. Huh? Ik zie een racevlag of zo. Kan dat? The fuck? Huh? Huh? Wat is dit? Huh? Huh? What the fuck is dit? Oh, ik zie het al.
Wat? Wacht even, ik wil even zien. Dit is een kleed. Een kleed? Oh. Lijp? Nice. Wat is dit dan? Deurmat. Oh, een deurmat. Een deurmat, zo, die is al flink. Zo, is die niet een beetje groot? Nee, ik heb het opgemeten. Echt? Ja. Ik ga hem even neerleggen. Kom, haal hem even neerleggen. Ah. Kijk, ja, ik had wel een deurmat nodig inderdaad. Want alle bladeren, het wordt steeds viezer binnen. Zo. Hey, en een racevlag, want je komt binnen bij de Ferrari zo. Ja. Nou, toch? Nice. Maar het is ook driedimensionaal, dus het is net alsof je ergens inloopt, zeg maar. Oh ja. Ik heb nu een dankje op, dus dat zie ik niet eens. Nee. Nee, nice. Dank je. Ja, groot is toch goed? Ja, ja, precies. Nou, cool. Mooi. Kijk, Hans opent de nieuwe en weer Eva Crombie. Lekker hoor. Een truitje. Hey! Een bal! Ja! Een Eredivisiebal! Nice man. Ja, ik wilde een bal voor in de tuin, maar ik wilde per se de Eredivisiebal. Je moet hem alleen nog oppompen. Ja. Heb je ook een ballenpomp dan? Of, Die heb jij toch? Nee, dat denk ik niet. Oh. Hebben we een ballenpomp? Ja, die hadden wij ook. Oh, nice. Heb je hem eens gekregen? Van mij. Oh, dankjewel. Cool. Hey! Nice! Wow. Wat is dat? Huh? Ja, dit kennen jullie niet. Dit is een candle warmer. Huh? Ja. Een kaarsverwarmer? Ja. Weet je hoe dit werkt? Het is dus een lamp. En dan zet je een kaars op en dat wordt dan helemaal warm. En dan gaat die kaars dus helemaal precies mooi zo smelten. Maar je hoeft het lontje niet aan te steken. Wat? Ja, dat is echt heel cool. Maar er komt wel geur vanaf. Ja. Kijk dan. Gewoon een lamp inderdaad. Heb je speciale kaarsen voor dan? Nee, gewoon aan elke kaars kan. Dus zou deze gewoon eronder kunnen zetten? Ja, die alleen, die heeft natuurlijk zo'n knisperlont. Ja, maar die is dan hoog. Ja, die staat wel op dat ook. De tussenstand van de cadeautjes is dit. Kijk staan, we hebben nog steeds het grootste pakket hier staan. Dit is nu een beetje alles wat er nog over is. Nog steeds aardig wat, wat dingen, ook hier. Ook heel veel kleine dingetjes. Kijk, daar ook. Nou Mel, je hebt het volgende weer. Ja. Hij ligt nog steeds gewoon hier te chillen. Ja. Kijk hem dan. Ik denk dat dit sokken zijn, jongens. Ik denk dat dit sokken zijn. Heb ik het goed? We gaan het zien. Maar wat voor sokken? This guy has an awesome wife. Heb ik die van jou gekregen? Nee. Huh, niet eens? Wat voor wie dan? Ik heb ze niet gekocht. Je hoeft niet alles te weten, wie het gaat doen. Want dit zijn sokken toch? Ja, degene die het heeft gekocht. Ik vind je heel erg leuk. Wie heeft het gekocht dan? Jij! Ja, ja. Ik zeg niet. Wie dan? Wat? Ja, oké, okay, dankjewel. Je moet ze even aandoen. Nee, ik heb hem in de kast. Oh, van moeders. Wacht even. Hoor eens zo. Ja. Huh? Kijk, als jij nu languit op de bank ligt en iemand komt binnen, dan staat er. Dan staat er een dikke, ja. Ik dacht dat je pijl aan me toe wijst of zo. Maar... Nee. Die pijl die wijst zo ook naar je toe. Nou, thanks. Klein. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ik ben heel benieuwd wat je van is. Is dat van jou? Ja. Ja? Ja, want ik kom er geen naam op. Is dit net cadeau wat gisteren voor de deur geleverd is? Ja. Oeh. Wat? Nike Air Force Ferrari staat erop. Wat? Nog een keer. Nike Air Force Ferrari staat op de doos. Hè? Wow. Hè? Wow! What the fuck? Oh, wauw, die zijn mooi zeg. Zo. Oh. Die zijn ziek? Wow, ja, die zijn echt ziek. Die vind ik echt heel gaaf. Ja. Heb je die laten maken? Ja, van zijn auto. Dankjewel, liefje. Oh. Nee. Ja. 458 speciaal. Ja, en ook echt met die zwarte details van de auto. Wow, je hebt gewoon mijn hele auto zitten. Ja, nou, 458 speciaal. Ja. Ja, en ze heeft het helemaal met de hand. Zo, wow. Ze is niet eens. Zo. Ik ga deze ga ik inderdaad gewoon neerzetten, denk ik. Jeetje, gaaf. Ik zou ze alleen aandoen, Gio, als je in Ferrari rijdt. Ja. Ja. Dat rijd toch niet zo vaak, dan blijven ze wel schoon. Ja, dan blijven ze schoon. Heel uniek. Heel zo. Echt zo. Dit is echt een collectors item. Ja. Oh. Wat? Is het een 458? Oh, ja, jij vroeg heel random wat voor auto ik had. Ik dacht, waarom vraag je dit ineens? Nog meer schoenen. Oh, raak ik echt ook schoenen? De normale Nike's. Ja. Wow. Wow. Jij wordt helemaal
hypermodern. Kijk maar. Drie paar schoenen. Ja, ja. Het is tijd voor meldergedicht. Oh, zo, ik wil even naar voren schuiven, want dat lukt niet helemaal. Word je altijd een beetje nerveus van. Ja? Lieve Melanie, wat ben je toch een lieverd? Altijd klaarstaan voor iedereen. Ja, dat hebben jij en Jordan wel gemeen. Je bent heel precies in je werk en niet snel tevreden. Dat komt ook door onder andere je onzekerheden. Lang twijfelen over veel dingen. Soms kan ik het haast niet verzinnen. Ga gewoon alleen sporten. Wat kan jou die mensen schelen? Je hebt een prachtig lichaam waar je trots op kan zijn. Dat hebben er niet velen. Probeer dingen soms makkelijker los te laten. Dat zou het in je hoofd wat rustiger maken. Gelukkig kunnen wij hier altijd over praten. Je hebt een mooi jaar achter de rug. Een prachtige auto gekocht. Lekkere vakanties gehad. Ja, kon je nog maar terug. We hebben samen altijd veel plezier, ondernemen veel dingen zoals events. We zijn altijd present. Als we niet samen zijn, dan hebben we altijd toch FaceTime. Ik ben je heel dankbaar dat je alles doet met mij. Ja, jullie zitten echt de hele dag door te FaceTime, what the fuck. Nee, maar dat is niet waar. Ik ben je heel dankbaar dat je alles nog met mij wilt doen. Mooie herinneringen maken, zodat je later kan zeggen, ja, maar toen. Super trots ben ik op je, zoals je alles onder controle hebt. Ook al is het soms niet makkelijk en vallen dingen tegen. Jordan is jouw grote liefde. Jouw soulmate, jouw rots in de branding en daar kan niemand tegen in. Jullie liefde spat er vanaf. Dat kan je van een afstand al zien en voelen. Dit is wat ze met echte liefde bedoelen. Ja. Coco en Zazu mogen natuurlijk niet ontbreken. Wat een heerlijke katten om op te vreten. En dat zullen ze ook weten. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik ben op het blaadje al onderaan. Melanie, onthoud, je bent een prachtige vrouw en ik hou ontzettend veel van jou. Ah, lief. Nee, het is vaak, dan kom ik thuis en dan ben ik thuis. Dan ben ik al 10 minuutjes thuis en dan heb ik van alles over gesproken. En dan heb ik ineens haar op de achtergrond. Ik heb het niet zo. Het is hetzelfde. Dan heb ik zo het van huis getrokken. Doe je dat wel eens dan? Maar dan is ze er altijd bij, zonder dat ik weet. Hey! Hitster, het partyspel waar muziek in zit. Leuk. Oh, heel leuk. Ja, ik heb deze echt nog op allerlaatste toegevoegd aan mijn lijstje. Ik heb hem maar eens even omgekleed, want het truitje begon een beetje te jeuken, jongens. Maar kijk eens, de kaasfondue staat hier aan. Het wordt bereid. Heerlijk. Ja, het ziet er nu nog een beetje vies uit, dat is een beetje drap. Maar oh, dit gaat lekker worden straks met stokbroodjes. Volgens mij zelfs biefstukpuntjes, als ik het goed heb. Gaat echt heel lekker worden. En jij bent hier de mama aan het spelen. Ja, hij is goed belast. Ja? Hij is nou even grint eroverheen aan het doen. Oh, goed zo. Kijk hem dan. Ja, we hebben 2 kattenbakken gelukkig. Misschien dat we er nog een derde bij moeten nemen. Dat is een beetje de vraag. Maar hij doet het goed, hè? Ja, hij doet het echt goed. Lekker. Kijk hem dan. Ik moet zeggen, de keuken wordt wel goed gebruikt. Kijk eens. Ook voor het eerst dat we de 2 ovens aan hebben voor de stokbroden. Die heb ik hier erin gedaan. Deze nog even aan het opwarmen. Zo, dat is wel echt handig nu, hè? Ja, zeker. Want we hebben hier nog wel aardig wat stokbrood. Ik heb deze even hier in ingelegd, maar straks kunnen ze er allebei in. En dan kan gewoon alles tegelijkertijd bereid worden. En de biefstukjes. Ja. En wat ben jij aan het maken? Ik maak wat espresso martini's. Lekker, man. Ja. Lekker. Ja, ja. Goeie. We hebben een tafelwacht, de Sniezenkat. Hé. Hey. Hou jij alles goed in de gaten, Snies? Ja. Nou, hey, eet smakelijk allemaal, hè? Ja, eet smakelijk. Mel, ik ga nog een fotootje maken. Kijk. Lekker. Oh. Wat lekker. Mm. Zo. Vind je deze kaas nu goed? Ja. Er zit ook wijn in, hè? Dus, dat lekker. Maakt het verschil. Ja, dat maakt echt het verschil. Dat is de kaas die maakt het echt lekkerder. Zo. Mooi met uitzicht op de tuin, die lampen zo. Wat vind je van de lamp, Hans? Ja, super gaaf. Sprookjesachtig, hè? Ja. We gaan weer door met de cadeautjes. Nou, ik ben aan de beurt. Kan jij vasthouden? Oh, nou ben ik de camera vrouw. Jij bent de camera vrouw. We zitten allemaal helemaal bolletjes vol. Ja, we hebben echt lekker gegeten. Dat kunnen we wel zeggen. En nu gaan we weer verder met de cadeautjes. Oh! Oh, die had je nodig. Ja. Handig. Ja, deze had ik nodig. Nou, die kijk in jouw vlog snel toch? Jij. Hè? Nee, hij. Oh, echt? Ah. Dankjewel. Nice. Deze is voor Line. Ik krijg weer van jou. Hoezo? Door het impact van die. Nee. Ik weet niet. Woe! Ja, deze zijn nog vetter. Zijn dit niet dezelfde? Nee, deze zijn niet de 90-60. Oké, gelukkig. Oh, wow. Dankjewel. Mooi kleur ook. Wow. Komt het omdat ik heb gezegd dat ik de merk zou gaan? Ja. Heel blij mee. Ja, vind je ze mooi? Ja, heel, heel, heel vet. Kijk eens aan, ook even een doosje kaars gekregen. Lekker. Lekker, mooi. Ja, ze ruiken heerlijk, ja. Ja. Weer een cadeautje voor Lijn. Onder. Het is zeg maar echt zonde. Nou, scheur het eraf. Oké, 3 minuten later. Oh, dat
fles die jij toen had. Wat is dat dan? De thee. Oh, thee. Ja, die had jij toen. En toen zei ik, oh, waar is die van? Een cadeautje van papa van mama. Zo, ik kom er even, ik kom er even bij. Mooi voor de kerst. Voor de cruise en voor kerst. Wat is dit? Een tasje. Oh. Kijk eens. Ja, fantastisch. Bling bling. Ja, hè? Ik hou van bling bling. Heel mooi. Wat ja. Hans, krijgen weer een cadeautje. Mogen jullie raden waar het van is? Even Krommie. Weer een shirtje. Zo. Zo. Kijk eens. Oh. Even Krommie en Fitch. Kijk nou. Ah, mooi. Ja. Het is iets hards. Een harde kaart of zo, ja. When visiting my house, please remember, if you don't like cat hair, stay off the sofa. I live where you are the guest. You will be sniffed and possibly licked, deal with it. To you, I am the cat, but here I am the baby. They like me more than they like most humans. Zeker waar. They love me, they are only friends with you. We zijn er al de hele avond aan het kijken. Dan ga ik het, dan ga ik het maar doen. Oh jee. Weer voor Jorn. Jeetje. Wow, de grootste. Heb je helemaal geen benul van wat het is? Ik zou oprekenen. Oh, er staat helemaal geen Jorn op. Voor jou? Oh, dat wist ik al. Maar ook een gedichtje zie ik. Oh, een gedichtje. Oh, het is wat zwaar. Het is zwaar. Wow, ga jij nou naar de gym? Ja, het is zwaar. Lieve Jorn. Tja, Jorn. Wat kan ik over jou nou zeggen? De ideale schoonzoon. Dat is toch voor ieder ouder een droom. Zoveel liefde voor Melanie. Je bent er altijd voor haar, ook al voelt ze zich soms naar. Haar onzekerheden. Jij weet daar zo goed mee om te gaan en stelt haar altijd tevreden. De liefde spat er vanaf. Zoals jullie elkaar aankijken, er zijn maar weinig koppels die dat kunnen bereiken. Zoveel hart voor je werk en er altijd zijn, ook al voel je jezelf soms ook niet fijn. Ik word helemaal zenuwachtig. Ja, niet leuk. Ja, ja. Maar ik vind het allemaal waar. Maar, je zal altijd klaarstaan en je probeert er geen dag over te slaan. Je bent er altijd vrolijk en kan zoals geen ander van dingen genieten en gezellig zijn. Dat vinden wij zo leuk en zo fijn. Je bent een echte papa voor Coco en Zazu. Wie had dat gedacht? Maar ze hebben jou helemaal in de macht. Even knuffelen op de bank of in bed, dat is dolle pret. In je vrije tijd hard werken in de tuin met je pa, dat doen weinigen je na. Wat heb je dit afgelopen jaar een hoop werk verzet? Heel veel respect voor jou, oprecht. Een prachtige nieuwe BMW, daar steel je de show mee. Nu weer nieuwe plantjes bouwen, misschien wat trouwen. dit is een hint. Want lieve Jorn, je wordt echt bemind. Zoals ik al in het begin zei, de ideale schoonzoon, dan ben jij. Ah, ik weet het hoor. Niet het cadeau, jongen. Ja. Wat zou het zijn, jongen? Ja, ik weet het echt niet. Ik denk iets. Nee, jij denkt niks. Nee, jij denkt niks. Maak maar open. Ik zie het al volgens mij. Nee. Ja, jawel, ik zie het erop staan. Oh shit, ik weet wat het is. Dit is een kattenhuisje. Van buiten? Van buiten, echt? Ja, echt heel leuk. Het huisje wat het is, is deze hier. Oh, die wat schattig. Echt een balkonnetje. Ja. Leuk. Ik zag dit filmpje en ik vond dat zo... ik vond dat zo. Maar het is precies deze? Ja, dat is volgens mij precies deze, toch? Toch? Ja. Ah, leuk. Wow. Wow, yo. Oeh, die stond ook op jouw lijstje. Ja, deze had ik op mijn lijstje gezet. Ja, oh dik. Hey, nu ga ik met Emma Ferrari schoenen. Yeah. Emma Ferrari jasje. In de Ferrari. Ja, die is wel heel tof. Mooi. Heel mooi. Wat is het? Gio, dit komt echt heel goed van pas. Wat is het? Een diffuser. Hoezo komt het goed van pas? Met geur. Oh. Stink ik dan nee, of zo? Nee, maar ik heb toch die dingetjes overal gezet. Maar die zijn inmiddels ook bijna op. Oh, maar scheetjes. Stinken mijn scheetjes? Nou, gisteren. Jullie dat dan bij elkaar dan? Huh? Zo kort met nou, Gio is echt extreem. Gisteren 4 uur lang. Oeh, mooi is die. Wie is de kerstman? Dankjewel. Moeders. Yes. Oh, oeh, hij is heel mooi. Ding. Oh nee, geen kaars. Zo'n diffuser gewoon. Past heel mooi. Het is ijzer ook. Hey! Ik hoorde echt al wekenlang over dat ze oorwarmers wilt. Ja! Echt al weken. Yeah. Oh, heel nice. Nou,
het nou maar gaan vriezen. Oh ja, deze wil ik echt zo graag hebben. Met deze kamer hebben jullie alle drie al last van je oren. Ja, dankjewel. Oh jee. Oh jee, geloof ik. Wat is dit? Volgens mij is het ook een oh jee. Ik word er nerveus van. Oh! Ja, die is mooi. Trek het gelijk even aan. Once upon a time, there was a girl who really loved cats. It was me. The end. Maar dat is precies ons kastje. Ja. Lijkt er wel op, ja. Wat mooi. Oh. Gedichtje. Belletje op. Lieve Marcel, wat zal ik over jou schrijven? Er zijn dingen die gaan en dingen die blijven. Dit jaar de zaak verkocht, wat een groot besluit is geweest. Wel voor jou een goed besluit, minder stress en minder vrees. Veel mensen zeggen dat ze er niet tegen kunnen om de hele dag samen te zijn. Ik snap dat niet. Wij vinden het juist fijn. Wat jij het mooiste vindt is werken met voor je dochter en je zoon. Dat is eigenlijk heel bijzonder, maar lijkt zo gewoon. Je gezondheid gaat gelukkig stukken beter. Je voelt je lekkerder in je vel. Het nieuwe medicijn werkt dus wel. Het is een chronische ziekte, dus zal nooit overgaan. Maar gelukkig proberen ze het wel en werken ze eraan. Waar jij een beetje aan moet werken is het gamen FIFA. Don't say join, helemaal aan verslaafd geraakt. Ach, wat maakt het ook eigenlijk uit als je je maar vermaakt. Oh, fijn. Tja, maar wat moet ik nog meer zeggen? Er valt weinig uit te leggen. We zijn al bijna 40 jaar samen, hebben twee prachtige kinderen met mooie namen. We kennen elkaar door. Zo geen rijm woord. Vullen elkaar goed aan. Ik ben zo blij dat ik deze relatie 40 jaar geleden ben aangegaan. Hou van jou, jij bent mijn soulmate for life, liefs. Oh. Dankjewel. Moet je huilen? Nee, hij werd emotioneel, hè? Hij werd emotioneel en praat er snel overheen. Ik hoor een poesje. Ja. Maza, ik hoor een poesje. Hij moest huilen. Alleen maar een goed teken, toch? Yeah. Het is een armbandje. Ja. Is dat met een steen? Ja, wat is dit? Ja, mooi. Ja, Lindy opent weer een cadeautje. Wat is het? Heel blij met dit. Wat is dit? Echt nodig. Ja, dit hang je dus op en dan kun je alles spullen. Nee. Dit is zo'n toilettas. Die jij ook hebt. Nee, ik heb hem ook. Maar kijk, weet je wat het is? Huh? Dit is dus een ding en dan kan je al je make-up inleggen. Oh, vrouwendingen. En dan heb je dus dit. En dan doe je het zo. Oh. En dan heb je dus alles bij elkaar. En kan je hem meenemen. Maar dit heb jij toch ook? Ja, ik heb die ook. Maar dat is niet de ene die jij toen had gezien. Want toen zei ik nog van, oh, dat moet ik ook hebben. Ja. Melanie en Jorn. Oh. Oh, baby. We dachten, we lopen vast vooruit op de zaken. Baby. Voor niks. Oh, wat leuk. Kijk nou. Oh. En mensen gaan niet denken dat wij dadelijk meer weten. Nou, over een paar jaar misschien. Oh. Dat kan bewaard worden. Nou, dat is heel grappig. Zeg het maar gewoon nu. Oh, die schoentje. Kijk, hè. Oh. Welke zo. Het is gewoon leuk om te hebben, sowieso. Oh. Dat is het eerste cadeau, nu al. Ja. Ah. Maar dan kan je toch niet meer wachten? Nu moeten we gaan beginnen. Let's go vanavond. Wow, kijk, Hans krijgt net een cadeautje. En dit is... Dit plak je op je telefoon. Ja. Zo, op je telefoon. En aan de andere kant. Ja, en dan doe je zo. Is de aansteker. En dan heb je aansteker. Oh, ja. Wat? En er zit ook een USB-aansluiting bij. Om hem op te laden. Als het leeg is, kan je hem weer opladen. Even voor de duidelijkheid, jongens en meiden. Het is op dit moment 11:30 s'avonds. We hebben tussendoor natuurlijk wel even wat gegeten. Ja. Maar dit is de tussenstand. Ah, nog een klein beetje. Goedemorgen. Kijk eens. Dit is het enige wat we nog moeten. Jij oude man. Wat krijg je nou? Wat zal dat zijn? Een nieuwe leesverlichting. Echt kijken? Wow. Ik had hier al een paar van mij even slijtsen. Omdat je ze best... Ja? Ik heb er één weggegooid dan net. Ah. Ja. Ik heb alleen deze nog. Dit was eigenlijk zijn reserve. Hij belt mij ook altijd in paniek op. Ligt mijn leesbril bij jou. Ja,
Hij kan gewoon niet meer zonder. Nee, erg. Kijken? Ja. Dat is echt een leesbril, hè? Ik moet echt op zo kijken. Zo zie ik jou niet, maar zo heel. Je maakt me wel heel blij. Nog meer. Wat is dit? Oh, dat hoort bij je pak. Nee, hoort er niet bij. Het is een los item. Dit is het pak die kapot was. Echt? Ja. Dit is echt een verademing dat ik hem eindelijk heb. Ja, dit is hem. Hé, lekker. Wat een stylist dit, joh. Hey. Ja, hoe weet je dat allemaal? Ik hou je wel blij. Hoe weet je dat allemaal? Zo, ouwe glaap. Ik wilde vorige week nog zelf bestellen, maar ik dacht, ja, dadelijk heeft iemand hem wel gekocht. En dan kijk, hè? Dubbel. Dit is die ene. Je weet welke dit is. Jij trok de rits kapot. Nee, die was al kapot. Oké, maar jij maakt het nog erger. We gaan een shotje nemen met z'n allen, maar dit is het. Kijk, het lijkt echt op motorolie. Dit. Maar is het ook zwart? Het is zo lekker, nee, het is niet zwart. Is het niet zwart? Nee, maar wel kleur. Wow, ja, wel oliekleur. Olie is niet zwart als het eruit moet. Ja. Want zo gaat olie erin, maar als het eruit gaat, dan gaan we weer. Dit is zodat je nooit meer mijn Gymshark trui hoeft te stelen. Dus jij stelt nooit meer mijn badjas. Jij stelt nooit meer mijn Gymshark trui. Ik stel nooit meer jouw trui. Maar hij hoort bij de broek ook. Oh, lekker. Oh, vet. Kijk eens. Mooi pak hoor. Mijn nice, schat. Ik heb hier een kindje op mijn schoot. En hij gaat er vanaf. En jij krijgt? Wat is het? Van wie heb je deze? Louis? Van moeders. Waarom zeg je niet als de cadeaus voor jou zijn? Lekker. Ik zat naar die kleine donder te kijken. Oh. Oh, maar deze zijn echt perfect. Want dan kun je ook gewoon op zo'n telefoon. Oh, dat is handig. Ja. Telefoon. En ze zijn en perfect te groot. Kun je dat omheen doen en dan zijn ze. Maar voel hoe lekker. Oh, nice. Lekker. Dank je. Echt lekker. Echt lekker. Ik weet het al. Ja, die zit op mijn lijstje. Oh ja. Ferrari opener. Een blikopener. Ja, hij is prachtig. Of een flessenopener. Kijk, zie je het erop staan? Ja. Nice. Die gaat gelijk in de la. Kijk, dit is een aansteker. Nee, Zippo. Oh. Nee. Er staat Hans zijn naam op. Was het maar zo. Mooi ding. Cool, hè? Heel mooi. Dat zou ik wel willen doen. Nou, van welk merk heb je nou iets gekregen? Hè? Ja, dat bekende merk. Zo, is het nou weer een Carhartt? Ja, ik ga er niet te veel noemen, want die zijn mensen er alleen maar bij. Reclame. Hé, hey, jij hebt heel je kast vol hangen met Carhartt, joh. Kijk eens, vouw me zijn laat misschien. Nippenmel. Ja, mooi. Oh, daar gaat het shotje verkeerd. Hop. Heel mooi. Nice. Mooie kleur ook. Het is een cadeautje voor mij, maar ik kan hem niet uitpakken, want er ligt iemand op mij te slapen. Dus ik moet even een beetje zachtjes doen. Dus Lien gaat hem even uitpakken. Je mag het er zelf uittrekken. Oh. Kijk, zie je wat het is? Kijk, is het goedgekeurd? Ja, denk het wel. Een telefoonhoesje. Zo, beter. Mijn telefoon. Oh, maar ik dacht dat het zo'n ding was. Oh, maar die kon er nog wel bij, denk ik. Daar hoop jij. Oh, nice. Zo, beter. Dan zie ik ook de kleur van mijn telefoon weer eens. Zo, inderdaad. Oh. Oh. Wat nice. Wow. What the fuck? Heb jij deze besteld? Nee. Jij niet? Maar ik wist het wel van Mel. Ja, hij is leuk. Hij is zo schattig. Wat is dit? Oh, dit. Zijn het katten? Ja. Echt? Ja. Giovanni en Lins. Ik zal hem vasthouden. Kom maar, Gio, ik zal hem vasthouden. Mag jij kijken? Oh! Jullie lijken ook echt. En jij staat er niet op, vriend. Dat wisten we nog niet, hoor. Oh. Wow, dit is echt heel nice. Deze is wel echt top. Wat een leuk kleedje. Ja, en ik zat echt te denken, we hebben echt meer kleedjes nodig. Het ligt altijd wel net een klein kleed. Maar alleen jij staat er niet op. Maar jij mag er wel bij, hoor. Zo warm. En mooi. Moet je voelen. Ja, mooi. Ja, echt heel. Jij hebt hem ook, zo. Super chill. Ja. Een cadeautje voor Marcelonië. Wat staat erop? Wat? Wat? Ik kan je niet horen. I can't hear you, I'm gaming. Die heb jij gekocht zeker. Nou, trekt die maar altijd aan? Ja. Oh, mooie kleur ook. Ja, wel leuk. Dus nice. Een game-trui. Ja. Dus als je die aan hebt, dan ben ik mijn plaats weer. Wat voor game heb jij? Sackboy. Ah. Kan ik maar ook die kunnen we met z'n doen, toch? Nee, Sackboy. Ik ken het spel niet. Cadeautje voor Line. Nou, dat heb ik mooi ingepakt. Heel mooi ingepakt. Oh. Kijk, heel mooi ingepakt. Jij bent echt een gek.
Dankjewel, schatje. Wat is dat? Een Jacquemus beanie. Oh, wauw. Echt heel mooi. Ja, deze ga ik opdoen. Nu? In Miami, 16 graden. Wacht het. Dat is niet gek. Oh, hij is prachtig. Ja? Mooie kleuren. Hé, hey, en past bij de schoenen. Ja. Ja. Past bij de schoenen, ja. Heel mooi. En bij je pak. Wow. Crocs. Oh. Ja. Wel voorzichtig openmaken, want ik denk dat ze te klein zijn. Te klein? Ja. Nee! Ik was ja, want ik denk dat ze net te klein zijn. Nee joh, perfect. Perfect. Wow, ze zijn inderdaad goed, Mel. Ja. Ze zijn goed, ja. Ja jongens, ik ga echt beginnen met Crocs verzamelen. Binnenkort McDonald's Crocs, Lightning McQueen Crocs. Super hard. Cadeautje voor Bjorn. Oh nee, Jorren. Carhartt. Zo, so, deze fan. Zo, die is nice. Oh, dat is achterkant is ook heel tof. Ja, hè? Wow, cool zeg. Nice. Kijk, deze heeft Mel gekregen. Nintendo Switch Sports. Ja, dat is een leuk spel dit. Bowlen, tennissen, alles. Oh. Ligt nog veel van mij onder. Ja. Of niet? Ja. Iets groots. Zal het met Ferrari te maken hebben. Ja. Is dit een toilettas? Oh, nice. Cool. Heel mooi. Heel mooi. Ik ga straks helemaal Ferrari, voel je Ferrari de deur uit. Wat? Ferrari, mooi. Schoenen, Ferrari. Nice. Nee, de Ferrari gaat niet meer rijden. Hey, kijk eens. Ook dingen voor op de Crocs. Dit is wel een Lamborghini. Mel, dit is een Lambo, hè? Nee, we hebben gezegd dat het een Ferrari. Hebben we dit stiekem in Duitsland gekocht toen? Ja. Hoe dan? Gewoon stiekem nog even teruggegaan. Hoe hebben we dat niet doorgehad? Wat? Ik had het wel door. Jij wel? Probeer jou bewust daar te houden. En een kat en pizza. Hey, hey, hey. Ah, yes, yes, oh, yes. Crocs. Nou, het is echt een nuttige kerst, want ook die steel ik altijd van jou. Mijn Crocs, ja, klopt. Ja. Net nog. Dat zijn wel anders, ja. Oh, cool. Oh, deze zijn gaaf. Heel mooi, Melanie. Oh, ja. Wow, een gaaf cadeautje. Maar, Had je die niet al? Ja, die had ik al. Daar is iets fout gegaan. Heeft iemand iets niet afgesproken? Ja, ik denk dat of jij bent geweest dan, een van de twee. Of jij hebt het niet afgestreept of ik heb hem niet afgestreept. Ja, ik denk jij. Oh. Kut. Deze hebben we van een kijker gekregen. En wat is het? Oeh, lekker. Een roomboterbrood. Lekker. Lekker. Oh. Die gaan we meenemen hoor. Kijk eens Donde, lekker. Heerlijk. Lekker. Ah, nice. Lekker, nice. Goeie. Morgen bij het kerstontbijt. Ja. Dan ga ik gelijk het volgende pakken en dat is dit. Oh, voor Lijn. Oh. Oh. Ik hoop niet dat die breekbaar was. Holy shit. Hij flikkerde echt aan mijn handen. Dankjewel. Oh. Ik hoop niet dat het brood was of zo. Ja, Gio, moment van de waarheid of je nou iets kapot doet. Ja. Wat was het? Donde. Oh, lekker. Wat is dat? Ja, ons huis gaat lekker ruiken. Oeh, zo. Die had ik niet nog harder moeten laten vallen. Nee. Oh. Zo, die had inderdaad kapot kunnen vallen. Maar hij is nog heel. Oh, ik gooi er maar niet cadeau kapot. Maar die keur? Oh. Perfect. Ja, is die goed? Hey. Ja, kijk. Voorbij mijn hoesje. Want deze kan echt niet meer. Nee, die kan echt niet meer. Heel erg. Oh chill, dit is zo fijn dat je je pasjes zeg maar, achter je iPhone kan houden. Want daar heb ik altijd mijn rijbewijs mee. Mijn creditcard, mijn pinpas, echt altijd super handig. Wow, kijk. Hé, hey, nu hebben we precies dezelfde telefoon precies gewoon. Dezelfde telefoon. Jij hebt ook blauw. Maar dat wordt lastig aan elkaar houden. Aan elkaar houden, kijk. Oh, maar die van mij is lichter. Huh? Oh ja. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. Ja. Anders krijg je weer een origineel cadeautje. Dit is een asbak voor in je zak. Dat is handig. Nice. Dat is echt leuk. Ja, heel handig. Elke keer als ik een hartje zie staan, weet ik dat het van Lin is. Een pet. Ja. Van Guard. Ja, ik dacht ik doe dan wel een merk wat je leuk vindt. Dat doe je misschien echt nog ooit op. Misschien ooit. Ja, ik heb gezegd dat ik een pet zou kopen, dus... Daar is hij dan, de pet. Even kijken in de spiegel. De groeten. Wat heb jij gekregen?
PlayStation. Een waardebon voor de PlayStation Store. Zo. Ja, van GTA 6 dan. Over een jaartje. Hey. Ja, of pakketjes op FIFA. Oh ja. Packs openen op FIFA. Nee. Ik krijg hier 2024 Pissed of Cats kalender. Allemaal plaatjes van boze katten. Snif. Snif, ja. Pissed of Cats kalender. Leuk. Daar zit een cat. Oh, boos. Oh. Kom maar. Komt er maar. Wow, Lynn heeft oorwarmers gekregen, maar het lijkt wel hoofdwarmers. Deze is nog groter, ja. Heb ik zo'n groot hoofd, Louise. Zet ze eens op. Koop je hier maat dan? Nee, kijk, hè. Lekker, nee, want je gaat me weer voor lul zetten. Dan wil ik hem opzien, nou. Ja, ik ook. Ja, maar niet op camera, want ik wil alweer zo'n lelijke thumbnail aankomen. Dat gaan we niet doen. Is dit een horloge? Denk ik, hoor. Ik draag nooit horloges. Wow. Cool, ook. Oh. Een Casio. Nice, wat leuk. Van wie heb ik die? Thanks. Nice, ja. Kijk eens. Ik heb hem zelf in het fout. Lekker subtiel, ja. Ik heb mijn horloge om. Ik heb hem verkeerd om, zie ik net. Foutje. Maar Mel, wat krijg jij nog? Een Apple Pencil. Nice. Dit is ook niet fake. Zo, en dan zijn we bij het laatste cadeautje aangekomen gewoon. Het laatste cadeautje. Wow. Het is 2:00 s'nachts. Volgens mij. En het laatste cadeautje is voor... Voor wie denken we? Louise. Marcel. Ja. Ja. Nee, niet. Het allerlaatste cadeautje is voor jou. Wat is het allerlaatste van de avond? Is het een secret portemonnee? Dat denk ik wel, ja. Ah. Nou. Oh, mooi. Mooi. Zwart-rood. Jazeker, wauw. Gaaf. Geld. Flappen. Ja, 50 Zo. Mag jij hebben, ja? Ja, thanks. Hey, heel fijn, ben ik blij. Ja, want die van mij die gaat, ja, die zijn ook versleten en kapot. Nou jongens, kijk eens aan, het levende bewijs. Er ligt inderdaad iets levens onder de kerstboom, maar dit is het bewijs dat alle cadeautjes weg zijn. Nou, even een applaus voor iedereen. Hey! Hey! Zo, en het is inderdaad nu, even kijken, 9:00 over 2:00. Goedemorgen. Ojojoj. Maar het was wel heel leuk. Het was wel heel leuk om alle cadeautjes te openen. Het is weer allemaal een beetje opgeruimd. Zo, heb je het naar je zin gehad? Zeker. Blij met de cadeautjes? Heel blij. Jij kijk ook? Eens, ja, alle vuilniszakken hier zitten vol met allemaal prulletjes en dingetjes. Ja. Maar het is weer een beetje... Het is weer helemaal netjes. Fatsoenlijk hier. Alsof er niks is gebeurd. Nou hè? Alles leeg onder die boom daar. Kijk, dit hoort er ook bij. Het is 3:30 s'nachts. Moet een beetje fluisteren, want iedereen ligt er waarschijnlijk te slapen. De cadeautjes worden ingeladen daar in de auto. Zelfs het alarmlicht gaat af. Dat is ook veel te laat. Ik hou het voor gezien. Oh. Jongens en meiden, wij gaan lekker slapen. Dit was ook de vlog voor vandaag. Uiteraard hebben wij onze grote vriend hier op de kamer. Maar ik hoop dat jullie het allemaal super leuk vonden om alle cadeaus te zien. Maar ik ben helemaal kapot. Dus morgen weer uiteraard een nieuwe leuke dag. Morgen gaan we kerst vieren met de familie van Lynn. Dus dat is ook hartstikke gezellig. Ik hoor het kleine mannetje in mouw trouwens op de kamer. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar jongens en meiden, dit was volgens mij ook mijn langste vlog ooit, dat denk ik wel. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu, later!